Hi, mijn naam is Babs. Welkom bij Vrijbuiten. En ik ga jullie vandaag wat vertellen over wol en de voordelen hiervan. Wol heeft verschillende voordelen. Het is een natuurproduct, lekker warm, ook als het nat is, en het blijft isolerend. Wol gaat jaren mee en daarom is het ook een duurzaam product. Ook is het geurbestendig. Bij wol denk je misschien aan een jeukerige trui die erg zwaar is en het droogt vrij langzaam. Maar er zijn verschillende soorten wol, waaronder merino-wol. Merino-wol komt van het merino-schaap. Dit schaap komt oorspronkelijk uit Nieuw-Zeeland. Het kan daar in de zomer 35 graden zijn en in de winter min 20. Dus hun vacht moet zich aan kunnen passen aan de temperatuurverschillen. Merino-wol heeft hierom de voordelen dat het koelte geeft als het warm is en warmte als het koud is. Ook jeukt het niet, het is licht, het droogt snel, het ademt en het is UV-beschermend. Ten opzichte van synthetische producten is wol wel wat duurder. Daarentegen neemt merino-wol echt geen geur op en stinkt het dus echt niet. Wanneer je op wintersport gaat of een wandelroute gaat lopen, hoef je dus ook maar één t-shirt mee te nemen en het 's avonds even buiten te hangen. Een product zoals dit t-shirt van merino-wol is ook nog eens recyclebaar en biologisch afbreekbaar, omdat het uit natuurlijke vezels bestaat. Synthetisch materiaal heeft ook voordelen. Het houdt bijvoorbeeld de wind tegen. Dit heeft wol daarentegen niet. Het is daarom handig om een base layer te dragen van merino-wol en daarover een windstopper van synthetisch materiaal. Dus ga je backpacken in Azië of skiën in de Alpen, dan is merino-wol het perfecte product voor jou. En is het dus ook waard om hier meer in te investeren.